Hoi hoi, we zijn hier bij de optocht in Doeven. Natuurlijk met carnaval Peeland. En Hoeven maakt het extra bijzonder omdat dat hele grote wagens zijn. Hoe kan dat nou, Prins, dat het zulke grote wagens zijn? Dat is een cultuur die is ontstaan een jaar of 10 geleden. Toen hadden een aantal mensen, ook in het buitenland, wat leuke ideeën opgedaan. En die bouwstijl hebben ze hier voortgezet. En dat is door iedereen opgepakt. Ze geven ook workshops aan elkaar, hè? Ongeacht dat het concurrenten zijn van elkaar. Dat is wel een mooie gedachte eigenlijk. Mooie gedachte, jazeker. En daarom zeg ik, het zijn concurrenten, maar eigenlijk toch één groot geheel voor de Peelandse gemeenschap. Toch dat warme carnavalsgevoel zie je er weer. Jazeker. En verbondenheid is ontzettend groot. Nou, ik sta hier naast het nieuwe prinsesje, prinses Marlon. Vind je het spannend? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er zin in en ik ga me hoog uitkijken, denk ik. En vandaag komen allerlei wagens voorbij, maar wat is voor de rest nog de planning van de dag? Eerst hierop staan en dan straks aan het eind op de prinsenwagen. En dan gaan we even warm worden, denk ik, binnen. En dan de uitreiking, hè, die altijd spannend is. En dit wordt natuurlijk ook de eerste keer voor jou op de prinsenwagen. Ja, ik heb hem al een beetje gezien. Hij is heel hoog, dus ik hoop dat het niet eng is en dat het niet heel koud is. Wel goed vasthouden volgens mij in dat bakje. Ja, dat denk ik wel. Prins, zometeen sta je op de wagen. En wat ga je allemaal doen op die wagen? Alles heel goed bekijken. Meestal worden hier voor de wagen ook allerlei acts opgevoerd. En gewoon lekker genieten. En straks zelf op de eigen wagen stappen hier vandaan. Nou, prins en prinses, heel veel plezier vandaag. En dan doen we even een alaafje, hè? Ja, alaaf! Wij zijn zo gestrikt dat wij vandaag gestrikt zijn voor de burgerwacht. Wij gaan vandaag op burgerjacht om Hoeven veiliger te maken. En dat alle buurten, dat er allemaal mensen komen om die met de burgerwacht mee gaan lopen. Doei! Nou, vrouwke, geef me maar eens een lekkere biep. Lekker, hè? Ja. Het zijn er genoeg. Smaak van het thee. Ja, echt geintrappersbier, hè? Oh, dan proef je wel, hè? Jazeker. Niet zat deze optocht, hè? Nee, dat mag niet, hè? Doen we niet aan. Vanavond pas. Dan wel. Dit is natuurlijk een prachtige wagen van de geintrappers. Met weer de monnik. Jullie zijn massaal aan het duwen en aan het trekken, maar wat staat er allemaal op de wagen? Een Viking, een Paper, een Bush. Van welke bouwvereniging zijn jullie? De geintrappers. Ah, natuurlijk. Maar nu ga ik er weer vandoor, hoor. Ik wil weg. Houdoe. En daar hebben we een hele heuse Facebook-vrouwtjes. Hallo, Facebook-vrouwtjes. Wij zijn de Facebook-team. Ja, dat kan je wel zien zo, hè? Ja, mooi, hè? Kunnen wij u ook strikken voor Facebook misschien? Nou, ik heb al een Facebook voor Philip. Oh, maar wij kunnen nu nog wel een keer strikken, want het is Facebook, hè? Ja? Facebook! Even foto maken. Ja? Sta je nog? Je bent gestrikt! Oh, gestrikt! Ja, helemaal gestrikt, hè? Ik ga een foto terugkijken op jullie Facebook. Helemaal goed, dankjewel! Heb je de Voice of Peeland? Hoi, is dit nou de
de Voice of Peland? Dit is de Voice of Peland, ja dat klopt. En loopt hier nou ook wel wat talent rond in Peland? Ja, heel veel, vooral jong talent loopt er rond jong talent. Peland. Ja, heel veel jong talent. En dan alleen maar op zanggebied? Ja, nou dansen ook wel, dat komt er ook al bij. Ja, is echt ongekend. Dus eigenlijk alleen maar grote, kleine talentjes hier in Peland? Ja, vooral kleine talentjes, ja. Dat is ongelooflijk, ja. En is het een soort van open podium dat iedereen die aan de kant krijgt, staat dan een gelegenheid krijgt om te zingen of hoe gaat dat? Dat is gewoon de kans die ze nu krijgen om op het podium te gaan staan en dan kunnen ze echt ontdekt worden. Oh, dus het zijn de voorrondes. Oh, dat is extra spannend. Binnen de battles, hè. Oh. Ja, dat is... Ik hoop dat er veel talenten doorgaan. Ja, ik hoop het ook. Ik denk het wel. Doei. Ja, de Voice of Holland. En als je natuurlijk goed genoeg zingt, dan draai je de stoelen van de jury om. En zo te zien is dit een talentje, want zoals je ziet zijn beide stoelen omgedraaid. Wie weet horen we nog wel heel veel van haar. En niet alleen in Hoeve, maar ook wel op de landelijke televisie. Hallo, jullie zijn er voor de laatste keer gestrikt. Ja. Want jullie zitten in groep 8. En hoe doen jullie dat dan? Voor de laatste keer er extra goed gestrikt uitzien? Ja, nou, we doen ons best en we kijken wel of we winnen. En, oh, jullie hebben ook allemaal een strikje aan, hè? Ja. En hebben jullie die pakjes helemaal zelf gemaakt? Ja. Nou, ik zie dat heel de club nou op ons moet wachten, dus loop maar weer door, zodat je ook een beetje warm blijft, hè? Ja. Veel plezier nog. Dankjewel. Superveel groot vuurwerk. Jongeman, dit is toch geen illegaal vuurwerk? Nee. Nee? Nou, het is wel allemaal, ziet er wel helemaal groot en gevaarlijk uit. Is het ook gevaarlijk? Nee. En over een paar jaar heb ik wel een weddingplanner nodig. Jullie zijn de weddingplanner? Wij hebben een woordvoerster en die staat daar met dat roze haartje op de hoofd. Hallo bruidje. Hallo. Jullie zijn gestrikt op het bruidsfeestje? Ja, dat klopt. Wij zijn van weddingplannerbureau Kunst en Vliegwerk. Dus wij laten zien wat allemaal mogelijk is als je gaat trouwen. Zodat het een gestrikte bruiloft wordt? Ja, als je door je partner bent gestrikt, dan komt de weddingplanner in. Ah. Ja. Nou, misschien bel ik je wel over een paar jaar. Als ik nog samen ben met mijn vriend. Ja, wie weet. BCD-pekers en zij zeggen dat dit jaar hun pakje nog dicht is en dat ze volgend jaar hun ware gezicht tonen. Nou, ik ga dus naar die pekers toe. Hallo pekers, waarom houden jullie dit jaar jullie cadeautje dicht? We zijn stille verre pekers vandaag. Dus dat moet gebied worden natuurlijk. Met een goede strik. Ja, met een hele mooie strik om mee te zien, hè. En
Wat hebben jullie allemaal op jullie wagen gebouwd? Nou, je voelt hier een pot die hevig in de weer gaat. Hij staat te schudden. En ja, het is gewoon een feest om met z'n allen op te staan. En de pakken ook helemaal zelf gemaakt? Ja, we weten natuurlijk de pekers. Dus ja, dan moet je wel een beetje... Als een peker tevoorschijn. Pekers gaan natuurlijk. Maar we gaan lekker feesten. Nog een fijne dag. Ja. Houdoe, veel plezier nog. Heel wat lekkers vol bij in een keukentje. Kokske, je hebt tranenogen vandaag. Oh, schat, ja, dit is toch zo erg. Helemaal rood en ontstoken. Zou je me misschien kunnen helpen met een uitje snijden? Nou, ik heb niet echt kokshanden. Geen kokshanden? Ik ben een elf. Oh. Gewoon één keer met je stafje en dan leg je deze op tafel, hè? Laat dan maar gelukkig helpen hier. Oh. Want jullie voorzien tijdens de optocht iedereen van wat lekker. Ja, wij zijn gestrikt voor de optocht te koken. En wij strikken de mensen om voor ons uit te snijden. Hè? Ah, dus het is een wederzijdse deal eigenlijk. Ja, precies. Dubbel op, hè. Nou, dankjewel. Hè. Jullie, graag gedaan. Jullie zijn voor mij al gestrikt, want ik heb in ieder geval lekker eten gekregen. Graag gedaan. Dankjewel. Tel eens, wat heb je allemaal gemaakt? Ik zie allerlei strikken, maar wat nog meer? Ja, het motto is zeg maar, we zijn gestrikt. Maar wij hebben er zijn getikt van gemaakt. En een bellende kerk, ja, dat tikt natuurlijk, hè. Ben je deze carnaval gestrikt of getikt? Allebei, denk ik. Allebei. Oh jee, daar hebben we... Oh, buurman en buurman, maar dat is handig. Pela is een beetje schoon, hè? Dus je moet weer schoongemaakt worden. Zo, dat gaan we nou doen. En jullie zorgen dan ervoor dat Hoeveren weer een Pela beetje... moet schoner blijven. Dat het weer gestrikt eruit ziet, ook na de carnaval. Ja, wij zijn gestrikt, want Pela's straten moeten schoon blijven. En wij moeten ook jullie schone pekers en peinnetjes hebben. Dus we moeten bij jou ook een beetje blijven poetsen, hè? Jullie echtgenoten zijn wel blij met jullie, denk ik. Die zijn hartstikke blij met ons. Thuis ook zo of nou een beetje alleen in de show? Ook zo. En daar zien we een wagen van BC De Akkeling, verstrikt in en dan puntje, puntje, puntje. Nou, confetti en slingers, prinsen zijn gevoelig, carnavalsmuziek, nou dat kenmerkt natuurlijk carnaval. En dat zien we allemaal terug op deze wagen, want je ziet de prins die met een druk op de knop de machine in beweging brengt. En de politie, want die draait natuurlijk overuren om alles goed in de gaten te houden. En je ziet de grootste boer. Die het maagdelijke witte papier voorziet van een kleurrijk kleurtje. En de aggregaat die symboliseert dat ze al van ouds meedoen, maar nog steeds goed kunnen meedraaien. Hallo. Jullie doen al van ouds mee en jullie kunnen nog steeds goed meedraaien. Hoe komt dat dan? Door datgene te maken waar je aan kunt. Niet groter dan we kunnen. Gewoon wat we met onze groep kunnen maken, dat maken we. Dus het gaat niet per se om het winnen eigenlijk. Wat? Maar ook, het gaat dus eigenlijk niet per se om het winnen, maar vooral bij jou, of bij de club, om de gezelligheid. Nou, en ook proberen om gewoon iets kleiners, maar wel mooi afgewerkt, om dat weg te zetten. En dat hebben jullie gedaan, hè, dit jaar? We hebben ervoor gekozen. Want Wat zien we hier allemaal? We zien een stoommachine. Die drijft een rol papier, brengt die de machine in en dat wordt versneden tot confetti. En die confetti wordt uit die blowers geblazen. Nou, een heel verhaal wilden jullie uiteindelijk. Een heel verhaal, ja. Ja. Nou, prachtig. Ja, oké. Okay. Nou, wat zie ik daar nou aankomen? Allemaal konijntjes en een paar jagers. Oh ja, die gaan natuurlijk konijntjes strikken. Die gaan op de konijntjes jagen. Nou, zo zie ik nog allemaal dat ze allemaal springlevend zijn. Maar hebben die jagers wel wat gevangen? Volgens mij gaat het niet lukken met zo'n pistool. Meneer de jager? Maar zo gaat het toch helemaal niet lukken, een konijntje vangen? Nee, dat lukt zeker niet. Ze doen ons vangen. Wat ga je doen? Ze doen ons vangen. Jullie vangen? Ja, ze vangen ons. De rol omgedraaid bij ons. De rol om? Ja. De konijn staat te dragen en niet strekken.
Ah, de konijntje laat zich niet strikken. Ja. Dus jullie zijn nu de pineut. Ja, inderdaad, ja. Nou, konijnen, laat maar eens zien hoe jullie een jager vangen. Oh, wow, dat gaat er heftig aan toe. Ja, ah, oké. Wow, wow, zo. Ja, deze konijntjes die laten zich niet strikken, hoor. Kijk, de jagers lijken altijd wel de sterke met hun pistolen. Maar hier is het gewoon omgedraaid. Misschien ook maak je leuk dat de konijntjes een keer winnen. En dat is een wagen van BC de Kids. Het cadeau van de kids aan Peeland. Gemaakt van vrachtstukken van het gestrande turfschip. Zoals ook al in de Griekse mythologie wordt door enkele leden van de raad het paard op zijn armen door de Peelandse straten getrokken. Dus de prins die staat triomfantelijk bovenaan. Nou, een heel verhaal weer. De prins die wordt triomfantelijk door de straten getrokken. Ja, dat klopt. Je wordt hier flink door de straten heen gebanjerd en gedaan. Dus jullie willen zeg maar dat de prins dit jaar gestrikt wordt? Ja, dat klopt. We hebben hem alleen een beetje gewijzigd naar de nar. Maar dat is ode aan de nar, want dit is zijn laatste jaar. En we hebben jaren bij hem in de schuur mogen bouwen. Dus vandaar deze eer aan hem. En de nar dus bovenop in plaats van de prins volgens de tekening. Hoe lang van tevoren beginnen jullie al met bouwen? Nou, dit jaar was het heel kort. Want we hebben eerst een nieuwe bouwplek moeten bouwen. En daarna het onderstel nog moeten maken. Maar we hebben deze denk ik in een week of 8-9 gebouwd eigenlijk. En in het programmaboekje staat, en dan gebeurt het. Feest en geniet mee. Want als de nar op zijn paardje door de straat paradeert, nou dan kan het niet anders dat het één groot feest wordt hier in Peeland. En zo te zien, ja, is het een goed feestje daar ook op de wagen. Hé, hey, maar dit is een gestrikte P. Ja, dat klopt. Helemaal zelf gemaakt, jongen? Ja, dat klopt ook. Zonder je pa maar? Nee, met een heel klein beetje hond. Ah. Nou, zo, die hebben het thema heel erg letterlijk genomen, want die zijn gestrikt. Alles goed? Ja, alles heel goed. En ik kan niks zeggen, anders zeggen dat jullie er weer gestrikt zijn. Ja, we zijn een brede groep dit jaar. Geen grote, geen kleine, maar een brede groep. Een brede strikgroep? Ook nog, ja. Een brede strikgroep. Nee, met een schitterende wagen. En dat zie je niet alleen op de wagen, maar ook rondom de wagen zie je natuurlijk allerlei lekkere snoepjes, M&M's, een chocoladebar, toffifee, kauwgomballen. Nou, een kind, die wordt hier helemaal gek en ondanks dat ik geen kind meer ben, kan ik ook me bijna niet meer inhouden. Nou, de wagen die dient als een decor van een snoepwinkel met een zeer grote taart. En voor op de wagen zien we een boze verkoper die het snoep uit haar winkeltje ziet verdwijnen. Want de kinderen, ja, wat ik net al zei, die kunnen er gewoon niet vanaf blijven. En die snoepjes zijn niet alleen lekker, maar die kunnen ook nog eens lekker swingen op de carnavalsmuziek. Ja, als ik jullie toch zie, dan wil ik het toch lekker opeten. Ja, zeker. Dat hoort zo. Maar vinden ze jou dan een lekker snoepje? Waarom jij dat? Omdat je nog hier rondloopt. Ik ben een toffe, hè? Oh ja, dat opeten. Oh, maar dat plakt misschien, dus daarom laten ze misschien. Ja, dank het wel. Nou, ik ben hier gewoon in mijn droomwereld. Hier kauwgomballen en hier een lekkere twist. Ja, ik ben hem op te vreten. Hij is zeker om op te vreten. Ja. Jullie noemen? Taart. Ja, je bent echt een oude taart. Ja, dat ben ik echt hoor. Maar je mag er nog wel wezen hoor. Je bent toch een lekker snoepsknop. Ben je 78, ben je een oude taart hè? Ja, dat is waar. Maar wel leuk dat je nog steeds meedoet. Ja, ik kan er goed mee. En dat... ook nog soepel in de beentje. Ja, dat bij jou een beetje hè. Dan kun je soepel blijven, weer zo lang mogelijk. Hoe kwamen jullie op het idee om een zoete inval te bedenken? Ja, hoe kwamen we op het idee? Het is weer wat anders hè. En natuurlijk voor de kinderen. Ben je niet bang dat je uiteindelijk alleen nog overblijft, dat alles is opgesnoept? Nou, nee hoor, daar ben ik niet bang voor.
gemaakt? Als allemaal pop en bomen en zo. Een hele rimboe? Ja, eigenlijk wel. En je hebt een slang om je nek? Ja. Ben je niet bang dat hij bijt? Nee, het is een neppe. Oh, een neppe. Ah. Nou, daar is de wagen van BC Ambiant en ze swingen nog een beetje na van vorig jaar, want toen haalden ze een mooie tweede plaats. En vandaag zien we wippen, schommels en zwieren en zwaaien. En ze zeggen dat ze vooral naar hun kinderen moeten blijven zwaaien, want ze hebben een hele grote speeltuin gemaakt. En iedereen kan meegenieten en lekker meespelen. Is een hele schattige snoepwagen gehad. Nou, en dan naar het ene zoete toneelstukje krijg je het andere zoete toneelstukje weer te zien. Zal ik ook meedoen? Nee, ik denk dat ik daar misschien niet te oud voor ben. Al kan het natuurlijk wel met carnaval. We hebben een hele mooie ambiance speeltuin. En onze ouders zijn gestrikt, want ze hebben ons in de speeltuin gemikt. De complete kinderspeeltuinen met draken en kinderen en glijbanen en snoep, heel veel snoep. Ja, weer heel veel snoep. Hou je de kindertjes nog wel een beetje in bedwang? Wordt het niet helemaal wilde beesten van al die leuk? Er zijn heel veel kinderen, maar ja, je moet een beetje in bedwang houden, hè. Waar zijn de ouders? Ja, er zijn er twee, hè. Die delen buiten. Oh, dan vruchtbare grond hier in Doeken. Ja, dat wel, ja. Nou, dat kan niet mis zijn. Nee. Nou, veel plezier nog met snoepen. Jullie zijn wel hele lieve ouders. Dank. Maar toch ook wel soms wat erfpotjes geven aan de jongen. Ja. Ik kan niet op. Iedereen heeft het reus naar hun zin natuurlijk in de speeltuin. De scouting en daar staat boven strikdiploma. Ja, want bij de scouting leer je natuurlijk allemaal strikken. Kan ik even een strikdiploma halen? Hier kun je een strikdiploma halen. Ja, ik wil wel proberen. Doen we blind strikken of gaan we voor de makkelijke? Nou, doe mij maar blind strikken. Ik hou van uit daar. Blind strikken, nou oké. Je gaat ervoor staan. Oh, ja. Ja, handen erdoor. Dan mag jij mijn microfoon even vasthouden. En dan leg ik dit lange touwtje leg ik erin. En dan is het gewoon een kwestie van blind een strik erin leggen. Kijk, het touw zit erin. Oh, en dan moet ik onder het doek, moet ik dan een strik? Oh, er zit zich gaat in. Strik leggen. Zo simpel. Ja, maar ik heb handschoenen aan, ik voel het helemaal niet. Oh. Ah. Ja, en want nu ben ik nou gefaald. Heeft ze gefaald of? Dat is een groene daar. Ja, strok ik toch zomaar het lint kapot. Ja. Hier hebben we weer een heel mooi bouwwerk van BC de Spie. En zij hebben dit keer Le Strik Magnifique gemaakt. Nou, de Spie die probeert op zin en prikkelende wijze het publiek te strikken. En wat zien we nou allemaal? Nou, we zien een schouwspel waarbij een lakei zich heeft laten strikken om gekieteld te worden. Ja, je kan het zelfs een beetje zien als een lichte vorm van SM, waarin hij verstrikt is geraakt. Maar bij dit hele spektakel staat SM dus ook voor Le Strik Magnifique. En je ziet deftige poezels die door hun madame zijn gestrikt.
Het is goed zichtbaar hoe sommigen gestrikt worden en hoe anderen, juist de mensen of dieren, weer weten te strikken. En ze waarschuwen, pas maar op dat je niet gestrikt wordt door onze eigen Cupido. Nou, BC de Spier, het ziet er weer prachtig uit. En wat een chique bedoeling, hè? Zo, wat een mooie madame, hè? Met grote beeldige jurken aan en allemaal mooie lakeis. En natuurlijk spiegels, want ja, deze Franse mevrouwen zijn super ijdel. Altijd een poedertje op, wangetjes mooi, haartjes mooi. Want ze willen natuurlijk gestrikt voor de dag komen hier in de optocht in Hoeve. Nou, daar gaat de hele raad en natuurlijk de prinses, de prins en de nar gaan op de prinsenwagen. En de prins die gaat natuurlijk nu door heel Hoeve rijden. Heel veel mensen zwaaien en vanuit bovenaf nog eventjes genieten van de optocht. En dan komt natuurlijk voor hem het moeilijkste gedeelte, want dan moet hij gaan meebeslissen wie er gaat winnen. Nou prins, bedankt in ieder geval voor deze leuke optocht al. Het was prachtig. Wat vonden we de optocht? Grandioos, hè? Fantastisch. Ja. Al die fantastische wagens, maar ook die hele kleine groepjes. Ik vond het echt heel leuk. Onvoorstelbaar leuk. Heel erg genoten dus. Ja, we zijn allemaal gestrikt, hè? Dat is het. Allemaal gestrikt. Ja. Is dit nou het laatste van carnaval voor u dit jaar? Nee, vanavond nog even naar Gastel. Dat is zeg maar de afsluiting. Krijg ik de sleutel. Ja, eigenlijk wil ik hem niet hebben, want morgen krijg ik hem echt. Maar ja, dat hoort bij de traditie. Dus vanavond nog even naar Gastel en misschien daarna nog even naar Stamperschat. En morgen nog even een haringtje hangen. Lekker, heerlijk. En daar heb ik wel zin in. Ja. Nou, net als de burgemeester heb ik echt ook ontzettend genoten hier van de optocht in Hoeve. Op natuurlijk Peeland, zoals het met carnaval heet. Ja. Nou burgemeester, ja, wij houden alweer niet echt zo van bier, maar laten we toch even samen nog lekker het café in gaan. Zullen we dat doen? Gaan we doen. Lijkt me heel gezellig. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Geniet nog van carnaval en tot volgend jaar. Tot ziens. Houdoe. Hey. Kom burgemeester. We gaan.
is gebeurd. Oké, ga je.